Hallo YouTube! Ik heb het gevoel dat er een paar abonnees in slaap zijn gevallen. Maar dat is niet erg, want ik ben hier om mij wakker te maken! Yo mensen, Shipoop hier en welkom bij een nieuwe video. Ja, het voelt echt like een eeuwigheid geleden dat ik nog eens een normale video heb gemaakt, maar nu dat de vakantievlogs achter de rug zijn, voel ik me terug fris en klaar voor een nieuwe start. Want ik ga weer al een paar dingen veranderen. Allee, is het weer zover? Ja, gaan we weer van alles aanpassen? Nee, gewoon een paar kleine dingetjes. Gewoon een paar kleine dingetjes. Jongen, wat is het probleem nou weer? We hebben toch al die vergadering gehad? Wat wil de nou weer veranderen? Zoals ik al zei, gewoon een paar kleine dingetjes om het kanaal terug een beetje... Deze kanaal is gewoon naar de zak. Fuck sake, laat het mij nou gewoon even uitleggen. Nee, eerlijk gezegd, tijdens de vakantievlogs was ik met een hele hoop dingen bezig en dat was gewoon heel gemakkelijk om wat tijd te winnen. Maar nu dat de vakantievlogs voorbij zijn, kan ik jullie alles uitleggen wat ik allemaal gepland heb. Ik zal beginnen met het grootste nieuws. Ik ga samen met een hoop andere YouTubers werken aan een heel groot project. Deze is niet zomaar een samenwerking, deze is like een mega collab. Het productiebedrijf Landvogel en de geweldig sympathieke Siroop zijn een Vlaams gamingkanaal gestart. En raad wie daar deel van uitmaakt. Het kanaal noemt Broeikas en ik ga daar met nog allemaal YouTubers video's posten over de nieuwste games en ook verschillende spelletjes aanproberen. We hebben al een aantal video's gepost en we zijn nog keiveel goede dingen van plan. Maar het kanaal is nog klein en schattig, maar we zijn toch allemaal echt super gemotiveerd om er echt een fantastisch platform van te maken. En ik ben gewoon enorm blij om daar deel van te zijn. Dus als je mij en andere YouTubers verschillende spelletjes wilt zien spelen, dan zou ik zeggen check de link beneden en abonneer op Broeikas. Ik zou het persoonlijk enorm appreciëren als jullie mij daarin willen steunen, want ik wil dat kanaal echt wel zien groeien. En ik denk dat jullie dat wel interessant gaan vinden. Dus ik hoop dat ik met mijn trouwe volgers dit kanaal toch wel een kleine boost kan geven. Allee, Shipoop, technisch gezien heb je dan een tweede kanaal, soort van. Ik ben niet de enige die eraan werkt, maar ik kan er wel heel veel tijd in steken. En sinds dat het vooral gegaan over spelletjes, wil dat wel zeggen dat ik niet meer zoveel gamingvideo's ga maken op mijn eigen kanaal. Nu, voordat een paar beginnen te flippen, ik zeg ook niet dat ik nooit niet meer een gamingvideo ga maken. Hè. Ik heb nog wel een paar plezante video's gepland voor FIFA 19, maar daar vertel ik vrijdag allemaal over in een andere video. Plus, we hebben ook nog altijd de livestreams waar we een hoop spelletjes kunnen spelen, dus geen paniek. Maar buiten FIFA ga ik geen gameplay maken voor beide kanalen. Dus voor al mijn hardcore fans die mij nog graag commentaar zien geven op een spelletje, kunt je nu naar Broeikas. Waarom doe ik dit? Omdat Broeikas mij de mogelijkheid geeft om nieuwe spelletjes uit te proberen en daar video's over te maken, zodat ik met dit kanaal in één richting kan gaan in plaats van 500 verschillende mogelijkheden en 50 verschillende video's. Dus wat kon ik dan wel allemaal nog posten op het Shipoopie kanaal? Wel gewoon een hele hoop video's om mee te lachen, zoals Rens met de vraag van vandaag, reclammetjes. Ik dat gewoon commentaar geef op van alles. En misschien ook wat meer persoonlijkere video's. Kortom, gewoon een heel hoop dingen om u bezig te houden op een saaie maand. En op die manier probeer ik mijn doelgroep gewoon iets kleiner te maken, zodat er meer mensen tevreden zijn met wat er wordt gepost. Nu, wat ben ik nog allemaal van plan om te veranderen? Alles! Een nieuw logo, een nieuwe banner, een nieuwe introductievideo, halleluja. Ik heb deze fucking kast weggedaan. En binnenkort krijg ik ook een nieuwe computer met keiveel nieuwe snufjes. Algemeen wordt dit gewoon een nieuw hoofdstuk in dit Shipoopie verhaal. Misschien een nieuwe intro, dat weet ik eigenlijk niet, dat moet van mij zelf beslissen. Maar waarom een nieuw logo? Wel, hoe graag dat ik deze feintje ook heb, het is niet legit van mij. Dat is nog altijd een personage van een manga. En ik denk na 3 jaar YouTube verdien ik wel een eigen logo te hebben. Ik heb er al zelf eentje uitgevonden, dus ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden. En moest er ooit sprake zijn van merchandise, dan kan ik deze nu legit doen zonder aangeklaagd te worden. En ik probeer op deze manier gewoon terug een frisse wind te brengen rond dit kanaal, want het is niet gemakkelijk meer om te groeien op YouTube. En zelfs ik wist op den duur niet meer waar deze kanaal rond draait. Dus ik probeer nu wat structuur te vinden om terug unieke video's te maken. Dus ja, het is allemaal nog wel een work in progress, maar ik heb er wel heel veel zin in. En ik wou mijn kanaal gewoon een nieuwe look geven om mezelf te motiveren voor er terug volle bak in te vliegen. En ik weet dat ik misschien sommige volgers een beetje in slaap heb laten vallen, maar ik zeg het u, er komen terug top quality video's van de Shipoop voor me te lachen. Lekker creatief en compleet random.
Nu, hopelijk hebben we nog altijd de 2300 abonnees bereikt, want het ging een beetje van een DM, maar ik wil jullie hier sowieso nog eens voor bedanken voor alle steun. En ik wil ook van jullie horen wat voor soort video's je nog wilt zien op dit kanaal. Laat het mij weten in de reactie en misschien maak ik er wel iets speciaals van. Beste mensen, merci voor het kijken. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Check zeker het Broeikas Game kanaal en steun eens je poep door te abonneren. Like deze video, druk op dat belletje, voeg mij toe op Discord als je een klapje wilt doen. En voor de rest, nog een prettige dag.